Wat heb je gewoon te bieden in de relatie met een meisje? Boy, sap fat of mina loyal, papi. Liefde. Hey, weet toch, die onderwerp. What? Die ladder. Wat is dat? Doe je wat een ladder is? Nee, je bedoelt ladder op de klimmen? Nee, die anker toch. Anker is toch voor een boot? Nee, mijn man, wat je in je broek hebt. Wat heb je in je broek? Ik heb het in mijn broek. Let's get it. No. What? Chopper right beneath me. Neath me. All these niggas underneath me. What? Underneath me. Chopper let that thing sing. What? Oh, re. Chopper let make that thing sing. Yo. Oh, re. Nigga wanna be me. Huh? They can't see. Moet ik hem neer? What's Gucci mensen? Wie heb hier voor de gloednieuwe video? Mensen, even, voordat jullie de video gaan kijken. Deze video is, het is niet echt een specifieke public interview. Het is gewoon een kleine mix vlog. Het is een vlog gewoon. Ik heb gewoon een paar clips bij elkaar gezet voor jullie. Hopelijk genieten jullie van deze video. Vergeet niet, like en subscribe. You know, tak tak voor de peep de drip. You know, some light. You know what I'm saying? Check me out. Jogging broek gewoon. Met een snake skin. Wie snake skin? Jullie doen het niet. You know, tak tak voor allemaal deze bitch later. Oké, mensen, we zijn nu op Rensburg. We zijn natuurlijk daar met film nog niet. Ze doen een beetje bloes. We gaan ze een beetje cover tafel approachen. We zijn met? Rena. Reed, oh ja, Rena. Zo, als je naar me kijkt. Dan mijn vraag naar jou. Als je naar me kijkt. Reed me van 1 tot en met 10. Ik heb niks. Het is niks speciaals. Some light. Man. Zeg maar dat ik niet smooth ben om je klappen. Oké, Reed me van 1 tot en met 10. 8,9. Okay, waarom hier 10? Niemand is perfect, toch? Yeah, I mean... Yeah. Oké. Okay. Wow. Oké. Okay, als je nou, zou je willen dat jouw kinderen op mij lijken? Ja, toch wel. Dat is plus 1. En jij dan? Toch wel. Oké, okay, eerlijk dames. Wat hebben jullie te bieden? Soft. Soft? Bitch! The door. Serieus, dat is serieus. 6.5 hours later. Als je ziet dat je zoon op mij leeft. Is genoeg, boy. Chaos, vijfde drip. Wat zijn jullie met? Somali. Somali. Somali in stad. Zo X. Yes, oké, Somali moet eerlijk zijn. Als je naar me kijkt, hè. Read me van 1 tot en met 10. 9.5. Hoe zie je? Is u gonna suck? Oké, waarom die extra 0.5 niet? Yo, checken jullie erover. Zo wist hoe laat het was, hè? Zo wist wat de tijd was. Hoi. Mooi, wauw. Ik heb hier niet weg. Wat heb je te bieden? Prima, papa! Ik weet het niet. Doe me een favor, please. Get out of here. Gerard! Dat was het nog. Oké, okay, wacht. Is goed dan. Oeh, kan je je voorstellen. Je had me een 9.5 gegeven, dan ga je me niet zeggen waarom je me een 9.5 gegeven. Dus je had me een 9.5 gegeven, dan weet je dat je kinderen mee lijken. Bitch. Cool. We zijn nu momenteel aan de mall, mensen aan het zoeken. Vooral de mensen zijn wel stief, ik kan me niet begrijpen. Er zijn wel 3 mooie dames daar. Anyway, dit is eigenlijk gewoon een hele vlog mix. Ik zou jullie eigenlijk een vlog must moeten geven, dus een kerstvlog. Maar het is niet meer gelukt. Ik dacht, ik breng jullie even op een tour. Ik wil jullie wijzen behind the scenes hoe we mensen iets opzoeken. Zoals je ziet, kijk, film de hele view. De mall is lief. De mall lijkt gewoon op een dode. A dode apocalypse. What? Ben je met Zulu? What? Goed even. Tama. I made it. Ik ben met Pierre op YouTube. Dat is genoeg. Anyway mensen, dit is gewoon de behind the scenes. Ik wijs jullie gewoon hoe het ongeveer in elkaar zit. Big Boss achter de camera en zo naar hem.
Film jezelf niet. Film jezelf niet. Die camera is schuin, hè. En nu, ik film het zo. Doe het weer. Niet sexy, maar. Anyway, mensen, we gaan nu naar Flora. Hier maar even. Veel mensen vragen me waarom we hier naar Flora gaan. De reden waarom. Toch? Zeg het weer. Flora heeft die saus. Flora heeft die saus. Elke keer als ik een public interview wil doen en ik ga naar buurten. De eerste buurt die echt altijd about fun is en ze zijn gezellig is Flora. Shout out to mijn niggas op Flora. Maar ik weet het veel, maar dit is gewoon een kleine vlog mix voor jullie. Ik zie jullie zo bang. Zo mensen, een keer dat meisje daar, wat had ik keer gefilmd van die een zeker beter uit dan je ex. Zeker beter uit dan je ex. Oh. Zo, jullie kennen haar eigenlijk al. Ze loopt zelfs sexy van vandaag, maar toch wil ze stoer doen. Zie hoe lief is, mensen. Zie hoe lief is. Maar ja, ik zie jullie zo weer. En eigenlijk, dit is nog steeds die behind the scenes die we aan het doen zijn. Wat? Of die we aan het... Ja, dat is goed. Ze zijn naar Flora, zoals ik jullie zei. Flora is eigenlijk mijn blogliefde. Kijk, ze kijken nog steeds naar hier, maar ze wil niet. Zie jullie zo, hoor. Gripa! Hier met... Boy, Shimario. Waarom boy, Shimario? Gewoon, omdat ik Shimario heet. Wel, gewoon. Mensen, we zijn eigenlijk gewoon op Flora. De weer is ook, het weer is ook gewoon. Jullie weten, Flora is ook altijd gewoon. Oké, gewoon Shimario. Wat heb je gewoon te bieden in een relatie met een meisje? Boy, Zapata, mina loyal, papi. Dat is één. Gim Drizan, één. Loyalty, liefde. Hé, weet toch, die onderwerp. Wat? Die ladder. Wat is dat? Doe je nou wat een ladder is? Nee, je bedoelt ladder op de klimmen? Nee, die anker dat ook. Anker is toch voor een boot? Nee, mijn man, wat je in je broek hebt. Wat heb je in je broek? Ik heb het in mijn broek. Yo, relax. Voordat we verder gaan naar het volgende stuk van deze video. De eerste winnaar van die nagelvideo die we laatst hadden gepost is namelijk Kiara Blokland. Je hebt natuurlijk gewoon ook een regel. Als je niet binnen 24 uur onzet via DM of Messenger of app, I don't know. Zolang je ons niet contact binnen 24 uur, gaan we het aan iemand anders geven. Simpel. Dus het ligt helemaal aan jou, lieve schat. Ga je nagels doen. Dus je zit toch niet blij, Koenie? Ik wist dat bepaalde van jullie niet alles gaan kijken. Dus je gaat dit pas zien als je de hele video kijkt. Dat is tof. Kijk maar. Yo, piepen jullie even hoe ze naar me kijken. Kijk, vallen die ogen even. Isa. Kijk eens hoe sexy naar me. Ah ja. Kan je even. Waarom kijk je zo sexy naar me? Zo, kijk ik. Zijn je ogen zijn zo. Oké. Wel, mijn vraag van vandaag is. Ik heb gevraagd dat je me nu even kan rieten van 1 tot en met 10. Die moet eerst naar me kijken. Kijk naar me. Het is some lights, niet te veel. Gewoon een middag. Halen van 8. 7 halen? 8. Waarom geen 10? Gewoon, maar 8. Maar geen 10 doe. Kijk, ik maak mijn stem zelf sexy voor je, toch? Weer geen 10. Het is niet voor andere meisjes, niet voor mij. Hey! Ain't nobody trying to hear that bullshit, man. Met. Jumpy. Zo. Ja. Ik kan niet snappen, ik kan niet doen het. Jongens aan het snappen, ik kan niet. Nee, sorry, meisje. Oké, Jumpy. Wat heb je te bieden? De soezoe te bieden aan een meisje, bedoel je? En een meisje, ja. Ik had geen relatie, jongens, schatje. Maakt niet uit. Mezelf natuurlijk is één. Maar oké, okay, wacht. Nee, dan ga ik punten aanhalen. Jullie zitten aan. Gim. Laten we gewoon nu het geld beginnen. Geld is punt één. Oh, ja, je kan geld bieden. Ik ben af en toe een part-time sugar daddy voor die dames. Wat? Kom. Oké, ga door, dat is één. Maar jezelf, waarom kom dat? Zijn dat pakket? Boy, genoeg. Moet ik een paar dingen aanhalen? Oké, geef me 5 dingen. Oké, mijn tong is met 1. Oeh. Oh, jammer. 1. Dat is precies zo. Maar je zegt je tong, en dan jezelf. Ja. En dan geld. Ja. Niks meer. What about je onderwerp zoals... Hey, weet toch, die onderwerp. Hey, say. Ik ben niet zo'n type persoon. Maar in die vorige video zei je, hebt ook daar veel te bieden wat je bent. Een fysiek sterke jongen. Ik kom voor acrobatie, ik kom voor medische bieden.
Hij is zulke dingen. Maar gaat ze niet juist zoals je? Nee, ik ben een juist. Ik ben een sterke jongen, ik snap niet hoor. Mijn vriendin is een beetje gek. Oké, skip. Oké, okay, zo. Zou je willen dat misschien later wanneer je kinderen hebt? Je kinderen op mij lijken? Nee. Ik kan dat niet. Ik ben er niet waard. Misschien van iemand anders, maar ik heb iemand. Ooit, wat? Ja. Toch dan zal ik je lastig vallen. Ik denk. Oké, okay, weet je wat? Iemand je iemand hebt. Wat heb je te bieden? Hoezo? Als meisje. Hoezo? In een relatie. In een band met iemand. Geef me drie dingen. Liefde, support. Wat nog meer? Dat we samen opbouwen, snap je? Ik wil één woord hebben. Ik weet het niet hoor. Dat ga je niet kunnen uitleggen. Shima! Oh, dat was het voor de. Wat is je naam weer? Melisha. Melisha. Oh, dat is voor Melisha. Ik weet dat Melisha een vriend. Oké, okay, wacht even. Laatste vraag. Als je moest kiezen toch? Een jaar lang. Zou je een jaar lang eerder met mij spelen of met je ex? Met jou. Oké. Waarom? Even, kom terug. Waarom je ex niet dan? Omdat. Weet je, hij geeft me very much broke vibes. Was je mijn? En. Hoe moet ik het uitleggen? Maar wie zei dat? Ik ga hem nu breken, maar gewoon. Oh. Je kan mijn geld niet stelen, dat is het. Wait a minute. Het is normaal, snap je? What? Jij me. Ik kan een politiezaken van. Ik zag te veel, sorry. Ja, te veel. Dus mocht dus eigenlijk je ex was toen op broek 5. Maar hoe weet je dat ik? Misschien ik kan broek zijn nu. Oké, okay, dan zoek je ja, iets om jezelf op te bouwen. Want je kan niet altijd zo broek blijven, toch? No cap. Mooie kennis van de afloops van. Wat heb jij als man te bieden? Als man te bieden heb ik loyaliteit. Noem drie dingen. Loyaliteit. Oh shit, here we go again. Dus, mijn vraag is namelijk, wat heb je te bieden? Ja, dat is een moeilijke vraag, ik weet het. Geef me drie dingen wat je eigenlijk te bieden hebt aan een partner die je ooit zou hebben of partner die je hebt. Loyaliteit. Oké, okay, dat is één. Go. Okay. Eerlijkheid. Oké, whatever. Twee. Nee. Oké. Okay. 6.5 hours later. Geen liefde dus. Nou, we gaan dat pas over. Goeie. Ja, later. Ja. Wat zei je hier met? Richard Lee. Promoot is revita. Nou, recently. Oké. Okay. Schrijf van je man. Wat heeft recently als man te bieden? Maar even, dat is de ware aan wie? Ik had helemaal niet lukken. Moet ik het uitleggen? Ja toch? Dus kijk, laat ze je chant om meten. Nou, maar. Luister, broer! Nee, film. Ja, sorry, ik moet eigenlijk weer storen. De twee laatste winnaars van die nagellakpromotie die we laatst hadden gedaan zijn namelijk Cindy Riedewald en Gabrielle Sarjadi. Ik weet het niet, maar die Insta is ergens hier. Van Cindy is ergens hier. Dus jullie kennen de score, ik wil niet ervoor praten. Als je niet reageert binnen 24 uur, zeker maar! Zo is hier met Big Boy Stack, de enige echte cameraman. Ja, de enige echte Big Boy Stack, je weet toch. Interviews komen eraan, ik werk eraan, je weet toch. Oké, okay, ja. We hebben genoeg van die excuses van Big Boy Stack. Nee, maar serieus. Jullie moeten maar zeggen wat jullie willen zeggen. Maar jij weet toch ook wat zeg je? Huh? Je weet toch ook wat je wil? Ja. Dat doet dat toch? Ik wil met fire komen toch. Ik wil niet zomaar komen. Als ik kom, moet het impact hebben. Oké, okay, shout out naar jezelf. Hey, Big Boy Stack, ga me op Insta volgen, bijna 1100 subscribers. Followers, Big Boy Stack, anders gewoon 03. De enige echte Disappear King. See. Mensen, het is confirmed.
Big Boy Stack is de leukste YouTuber van 2020 geweest. Ja, dit is deze. Is waar, man. Get the fuck out of here. Later.